De Klaasjes of Sportkring Sint-Niklaas mochten afgelopen speeldag afzakken naar Eendracht Aalst, waar hen geen makkelijke wedstrijd te wachten stond. Beide teams zijn elkaar waard en een echte grote uitgespeelde kans in het begin is er niet te bespeuren. Het is wachten tot op het half uur wanneer de bezoekers gevaarlijk zijn via vrije trap. Wordt de bal terug voorgebracht, maar binnentrappen lukt momenteel nog niet. Het blijft 0-0. Vlak voor de koffiepauze krijgt de thuisploeg een goedkope vrije trap en het is Falco die de bal netjes verlengt en zo gaan de Ajuinen toch wel gevleid rusten met een 1-0 score. Net na rust wil Aalst dan via vrije trap de 2-0 scoren, maar Balen redt de meubelen voor Sint-Niklaas. Het blijft 1-0. Sint-Niklaas probeert via Schuurman van ver buiten de 16. Het schot gaat over. De bezoekers blijven nu de betere ploeg, maar de supporters moeten wachten tot in de 81ste minuut, wanneer Paneel de aanval afrondt en zo staat het plots 1-1. De troepen van Baez blijven verder doorgaan en willen nu de 3 punten en dat doen ze ook, wanneer 2 minuten later Van Osselaar de bal heerlijk in de kruising trapt. 1-2 en zo halen de Klaasjes nogmaals een achterstand op in een dolle 2 minuten. Dit Sportkring Sint-Niklaas kan wel eens de verrassing van derde nationale A gaan worden.